tellen dat draaien. Dat is wel leuk om te doen. Jij niet! Is er iemand nou serieus in de lift staan pissen? Huh? Ik dacht, kut! Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik ben hier net wakker geworden in Rotterdam. In mijn eentje. Nou, niet helemaal in mijn eentje, want Alex staat hier lekker onder de douche. En wij zijn gisteren uit geweest, dus ik heb een kleine beetje een kater vandaag. Maar het gaat oké. Ik voel me redelijk prima. Dat lieg ik echt. Alleen maar voor de vlog, want ik voel me echt helemaal fucked up. Ik heb net even lekker vanuit bed hier wat eten besteld. Even op bagels en beans. Even een lekkere bagel besteld. Dus ik hoop dat die straks gewoon lekker komt. Dan ga ik even heerlijk ontbijten en mezelf een beetje herstellen en reviven. De gordijnen zitten nog bijna allemaal dicht. Alleen die daar staat open. En zoals je goed hoort, of als je goed luistert, dan hoor je Alex onder de douche staan. Dus wel gezellig, ik ben niet in mijn eentje. Ik hoop in ieder geval dat jullie allemaal weer hartstikke veel zin hebben in een nieuwe vlog vandaag. Ik wel. Ik heb ook mijn telefoon vandaag niet opgeladen, die was helemaal leeg. Dus ik wist niet eens, ik werd wakker en ik dacht, hoe laat is het? Ik zeg al vol daglicht. Ik dacht, nee joh, dadelijk is het 3:00 middags al. Maar het is pas, of het was pas 11:00 toen ik wakker werd. Dus is nog oké. Is nog te overzien. Hey, knapperd. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, die gekke sportschool body. Ja, valt wel mee, toch? Spans aan, spans aan. Ik heb die echt van de skinning. Oh, joh. Oh, joh. Oh, joh. Bro, soms kijk ik vlogs terug van jou. Ja, erg, hè? Ben je echt nog zo'n young boy? Ja, zonder klopt. Baardje. En nu kan ik heel de wereld aan. Ja, je hebt gisteren zakelijke meeting gehad, toch? Nee, ik weet het niet. Hoe was dat dan? Ja, leuk. Gezellig. Ben je al verliefd? Nee. Nog steeds niet? Ik ben benieuwd. Nee. Nog steeds niet iemand gevonden waar je niet verliefd was? Nee. Zal ik eerst even je kontje Ja, zo ging het. Nee. Oh, zo ging het, hè? Eten! Zo, wat heb je op je rug gehouden? Ik weet niet. Wat is dit? Sporen van... Hè? Wow, yo! Het is pigment al zo, maar... Ik heb wel... Ja, ik moet het zelf insmeren, maar dat is een beetje moeilijk. Daarom moet ik wifi hebben. Dat insmeren. Ja, wifi moet het insmeren, ja. Ja, je kan jezelf moeilijk doen op je rug. Ik wil het ook wel doen. Ja, is goed. Ja? Zal ik elke avond hierin komen dat mijn rug insmeren? Ja, dat vind ik wel lekker. Ja. Doe de gordijnen lekker dicht zoals nu en dan... Zo, gewoon hopen. Iedereen mag het zien. Oh. Alex is de deur, jongens en meiden. En we gaan de gordijnen maar eens open doen. Kijk eens aan. Hoppa. Oh. Er zijn hier net twee andere jongens aangekomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Middag is het eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Het is middag. Hey, hi. Andere jongen. Sta je alles op te ruimen hier gelijk? Lekker bezig. Is ook hier? Ja. Heb jij hiermee gedaan? Ja, ik weet niet. Die handdoek is heel... Ja, dat lijkt wel op. Ik weet niet wat er met deze gebeurd is, maar kijk. Het is helemaal geel geworden, deze handdoek inderdaad. Ik snap het ook niet echt. Het lijkt echt alsof iemand eroverheen gepist heeft. Ja, ik weet niet wat je van mijn handen, man. Maar dat lijkt me sterk. Ik heb net even lekker gedoucht, jongens en meiden. Ik ben een half uurtje verder en ik ben weer helemaal tot leven. Wat een... Douche toch ook lekker met je kan doen. Ik zie er ook weer wat beter uit volgens mij. Het is lekker zonnig buiten. Dus ik kan eindelijk de dag beginnen. Kijk eens jongens, we hebben echt een pestbende ervan gemaakt in het huis. En de vrouw is niet thuis, dus er moet natuurlijk wel even opgeruimd worden sowieso. Hey, lekker alles weggooien jongens. Goed bezig. Zo, deze bloemen die stonden ook echt al wekenlang in het appartement. Hoe lang heb je al geen water gekregen? Goed, die zien er heel dood uit. Kijk dan. Het was een zonnebloempje volgens mij. Er is gewoon niks meer van over. Bijna van over. Ja. Zonde. Wij zijn heerlijk dus even lekker naar buiten gegaan met die jongens. Hallo jongens, waar staan we naar te kijken? Een prachtig mooi pand. Eerlijk, dit is wel echt een van de mooiste stukjes Rotterdam. Ja. Ja. Toch? En niet te betalen. Nee. Dat zeker niet. Want als je ook kijkt naar wat voor huis hier staat. Tenminste, ik weet niet of dit echt een woonhuis is. Ik weet niet of je voor je woonhuis zulke vlaggen doet. Maar... Nee, dat lijkt me niet. Nee, ja. Oh ja, klopt. Nee, dit is, maar ja, alsnog. Dit is wel echt een ziek gebouw ook. Hè. Echt van die oude gebouwen. En het klinkt heel stom. Maar dit is zeg maar een van de weinige gedeeltes in Rotterdam die niet is plat gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb me ooit een keer laten vertellen dat hier hebben gewoon oorlogsschepen gelegen. En dan, die man die woont hier blijkbaar al heel lang. En hadden ze gewoon een schipje liggen en hadden ze gewoon een soort van... rijp, of noem dat, plank aan de andere kant, dan konden ze gewoon dat gebouw op en aflopen. En tijdens de oorlog. Hoe bedoel je? Nou, dat ze gewoon vanuit de boot hadden ze gewoon een soort van plank. Ja? Gewoon rechtdoor naar het gebouw hier zo. Oh, echt waar? Ja. Gewoon dit hier? Ja, dat komt niet via de straat. Ja, dat kon wel, maar... Ja, maar wat is het nut van de plank inderdaad? Ja, wat is dit voor half verhaal? Ik sta er ook over na te denken van, waar slaat het nou eigenlijk? Nee, die man kon het heel goed vertellen, dat draaien. Dat is wel leuk wat jij niet! Zullen we het even opnieuw doen? Ja. Ik stond ook op de lijst van, wat lult hij nou eigenlijk? Je hebt gewoon een straat! Ja, ik had er ook
via de straat had gewoon lopen. Jezus. Ja, best heel mijn verhaal. Ja, nee, maakt niet uit. Hier is ook dit echt een prachtig stukje, jongens. Kijk, lekker natuur, rustig is het ook. Het is helemaal niet druk. En je hebt dus allemaal... een van de mooiste pandjes die hier zo. Ja, hè? Ja, we gaan er even naartoe, jongens. Let op. Kijk, dit is inderdaad echt niet... Ja, niet te betalen ten eerste. Maar dit zou toch ook een kantoor zijn, lijkt mij. Oh, het staat hier. De laatste bewoner van het oude buiten was voormalig burgemeester van Rotterdam, Johan Frederik Hofman. Dus dit is wel echt een huis geweest. Jezus. Dat is ziek. Dat is wel lekker. We hebben het er net over, zeg maar, kijk alleen het gras, hoe mooi dat al gemaaid is. In die streepjes, hoe doe je dat? Ik wil dat een keer thuis ook hebben eigenlijk. Dat het verschillende hoogte is dan. Ja, denk je? Ja, ik durf nu niks met zekerheid te zeggen. Nee, verhaal. Jouw verhaal is nou helemaal nergens meer op vandaag. Maar hoe doe je dat? Ja, ik denk leg het eens uit. Als die ene iets korter is... Rick, hou maar op. Okay, we gaan... Vertel. Zo vervelend. Ja, ik denk heeft hij gelijk? Ja, nee, ik heb heel iets anders. Check, we lopen weer voorbij een ander huis. Dit is wel echt een beetje zo'n huis Anubis. Een beetje spooky huis. Ik zou hier ook niet in willen wonen. Ik hou wel meer van het moderne. Niet heel huiselijk of zo. Krijg je niet heel fijn gevoel van. Nee, hè? Ik zou in het donker hier, als dat een deur gaat piepen of zo. Ja, snap je? Dus ook een keer maken. Heb je ook nog een interessant verhaal te vertellen? Nee, pas even. Oké. We zijn even bij een restaurantje neergestreken, neergestrijkt. Zeg ik dat? Streken. Neergestreken. Is dat een woord? Ja. Oké, lekker. Kijk eens, een lekker ribuitje, biertje erbij. Ik ben echt drankstand verstaan. Ik heb water, ik heb ijsthee, bier en nog een biertje. Ja, reparatiebiertje, zo noemen we dat. Zeker, lekker. Is nodig. Lekker, lekker. Hé hey jongens, eet smakelijk. Zo, we hebben dus even lekker een biertje gedronken. Ja, hey, Rick's verhaal ging dus hierover. Maar hoe ging dat dan? Dus ze legde zeg maar... Vertel. Okay, wat ik nu ook ga zeggen, dat hele verhaal, dat klopt nu ook. Hier kwam een oorlogsschip aan en toen legde ze een plank... Om in de bovenkant, dat die generaal gewoon heen en weer kon lopen. Ja, jongens... Maar je kan toch ook gewoon op de straat lopen? Het is mij verteld, maar misschien mis ik een deel van het verhaal. Ik denk dat je echt een deel mist, man. Ik denk het ook al. Ik denk grotendeels. Maar het is al waar gebeurd. Oké. Okay. Dus dat is hier gebeurd. Ja, dan zie ik kwamen ze aan. Dus nou. Ik denk, ik wil een onbelangrijk stuk geschiedenis weten. Ja. Hey, Rick, meer, bedankt. Mocht jullie nog meer interessante verhalen willen horen? Stuur ik een DM'tje. Meester Rick. Wij zijn weer terug in het appartement, jongens en meiden. En ik heb iets doms gedaan. Ik heb echt iets, nou ja, iets doms gedaan. Iets waarvan ik dacht van, oh ja, dit heb ik vannacht gedaan. Vannacht waren we uit. Ja, jij lacht al. Ik weet wel wat het is, ja. Vannacht waren we uit. Daarvoor hadden we gewoon lekker biertje gedronken. En we hadden het eigenlijk de hele tijd over. Ja, we willen op vakantie met z'n allen. We willen op vakantie met de vriendengroep. En nu heb ik dus blijkbaar een vakantie geboekt. Ja. Maar ik was helemaal vergeten. Ik heb dus vannacht om 1 uur 's nachts een Airbnb in Creta geboekt. In augustus. En hij is goedgekeurd. En het is ook niet zomaar even een goedkoop huis. Ik laat hier even een plaatje zien van het huis. En het is super dik. Het is voor ons als voor de hele vriendengroep natuurlijk. Maar ik dacht, bro, kut. Ik werd, zeg maar, we zaten net uit eten. Maar dat kwam toevallig te sprake, omdat het over vakantie ging. Dat je zei van, ah, vakantie. En ik zag even kijken van, huh? Ik dacht, kut, dit meen je niet. Maar hij is blijkbaar echt goedgekeurd. En nu gaan we blijven op vakantie. Jij gaat mee. Hey! Het is pas in augustus natuurlijk, maar ja, ik was helemaal vergeten. Ik had gewoon echt in een dronken bui, had ik gewoon een vakantie geboekt. Wel leuk, dat gaat ik echt door, jullie gaan het ook zien in de vlogs. Maar ja, het is, normaal gesproken doe ik dit gewoon nuchter en kan je het ook beter nuchter doen, want het huis was ook niet heel goedkoop, zeg maar. Alleen toen ik dronken was, dacht ik, ja, joh, weet je, dat boeien. Dat is vaak, hè? Als je gedronken hebt, dan... Dan boeit het allemaal niet meer. Het komt wel goed of zo, dat idee heb je dan. En die zitten er dus echt aan vast. Dus wel superleuk. Jullie gaan het allemaal zien in de vlogs. Het wordt hartstikke nice, denk ik. Alleen nog even kijken wie er allemaal meegaat. Want het is echt een huis voor 10 personen. Dus we moeten wel nog even mensen fixen die mee kunnen gaan. Want anders zit ik daar letterlijk in mijn eentje. Nou, Rick gaat dus mee. Jana gaat straks ook wel mee natuurlijk. Mijn zus en Jorma gaan mee. En voor de rest moeten we maar even kijken. Sorry voor het tegenliggen, jongens en meiden. Ik zit hier even in het hoekje, maar ik heb dus net even zitten kijken. Ik heb het dus om 1 uur 's nachts geboekt. 1:04 's nachts. Toen zaten wij dus blijkbaar allemaal biertjes te drinken beneden, zeg maar, tentje verderop hier in de stad. Om 1 uur 's nachts. Heerlijke tijd om ook een vakantie te boeken. En het kost €4000. En ik zou het nog kunnen annuleren, maar daar heb ik dan nog 8 dagen voor. Maar ik denk dat het gewoon leuk is om te gaan. Toch? Zeg maar, wat vinden jullie? Moeten we het gewoon doen? Donker vakantie geboekt, boeien, het huis ziet er zoals je net zag op die foto's echt super dik uit. Ik vind dat we het gewoon moeten doen. Alleen moeten we even de vluchten checken of er überhaupt vluchten gaan op die dagen. Maar, oh joh, €4000, pijnlijk. Dat gaan we natuurlijk wel een beetje splitten onder elkaar als we met meerdere gaan. Maar ja, nice. Laat maar even weten of jullie willen dat we gaan. Zo zaten wij ineens in de auto. Bij. Katervoer halen. Katervoer, en dat doen we bij? KFC. Ja, kijk, dit is lekker, jongens. Even naar de KFC. En mijn favoriete burger bij de KFC is een zinger. Ken je een zinger? Nee.
Ken je geen zinger? Ik ben echt. Ik kom weinig bij de KFC, man. Oh, zinger is echt lekker, man. Het is echt een goede burger. Wat maakt hem lekker? Ja, ik weet niet, gewoon lekker spicy, krokant. Alleen enige nade is wel dat je echt ziek erg aan de scheiterij gaat. Ik had bij die hot wings altijd. Bereid je al voor? Van de KFC, van die hot wings. Als ik die at, KFC is echt erg, hè? Heel veel mensen hebben dat. Ik denk ook heel veel mensen die dit kijken. Je gaat echt lijp aan de scheiterij van KFC. Ja, het is echt erg. Weet je dat je gewoon morgen gewoon de lul bent? Gewoon. Ja. Ja. Nou ja, ik heb, zeg maar, mijn stoelgang is dus zo snel dat ik over een uur gewoon als het kak. Dat is gewoon een pijn, denk ik. Nou jongens, we staan in de rij. Er staan aardig wat auto's voor ons en we gaan even lekker een burgertje bestellen. Oh, let op, daar komt hij. Oh, ah, shit, ik heb een tomaat. Ik vind tomaat is echt niet lekker. Ik vind het verschrikkelijk, jongens. Oh, en een frietje erbij. Kunnen we mooi in het bakje gooien. Een lekker avondetentje. Helemaal top. Wat vind jij niet lekker aan tomaat? Nou, het is heel gek, want ik lust dus al pizza. Ik lust tomatensoep, vind ik heerlijk met ballen. Ja. Komt door de ballen. Lekker. Maar ik vind gewoon zo'n grote, dikke tomaat vind ik gewoon niet lekker. Maar is het de substantie helemaal in je mond? Of? Ja, ik weet niet, man. Gewoon de smaak of zo. Gewoon, ik weet het niet. Te gezond. Ja. En zo zijn we van de KFC ineens weer even hier in huis. Het is op dit moment zaterdag. Wat vind je ervan? Gek, hè? Heel kaal. Hol, hè? Ja. Maar het is wel nu al een stuk lichter, hè? Ja, dat zie je echt wel. Ja, je ziet echt nu al verschil. Het is dus nu zaterdag en maandag gaan ze dus gelijk beginnen, jongens en meiden. Dan gaan ze echt al alles leggen, dus ik ben ontzettend... Oh, dat wordt echt zo'n ander gezicht hier in huis. Maar het is nog maar 2 dagjes dus dan gaat het allemaal veranderen. En hey, zit hij nou in zijn eentje? Hey! Oh nee, daar zit de ander. Ik dacht al. Ik was er even eentje kwijt. Hallo. Zitten ze weer. Ah. Ik ben ook even naar hier gereden natuurlijk om te kijken hoe het is met de katjes. Hé, hey, Poek. Hallo. Kijk eens even. Jij wilt het raam uit, hè? Nou, dan gaan we die doen. Oh, Sniffy. Nou, het gaat gelukkig hartstikke goed met ze hier zo, jongens. Ik heb even de kattenbak hier ook natuurlijk verschoond. Want, oh, ik zie nu alweer wat nieuwe dingetjes. Zo, hè? Huh? Hij was net helemaal schoon. Hebben ze dat net gedaan? Heb het niet gezien. Weet het niet. Wat? Kak je zoveel, Snies? Hé? Blijkbaar. Moet je zoveel kakken, jongen? Wat ben jij gek het, hé? Nou ja, het is nog eventjes en dan mogen ze hier weer lekker eruit. Oh. En ik weet dat het aan de ene kant een klein beetje zielig is, maar het is tijdelijk. Dus ja, het kan niet anders. Ik kan ze moeilijk niet beneden zetten, zeg maar. Even een snelle check gehad. Met de katjes gaat dus alles goed. Ja, en zoals ik al zei, ik kan ze echt niet echt hier beneden nu lekker laten rondlopen. Want boven hebben ze gewoon tenminste een bed. Ze hebben hier beneden niks om op te liggen. Dus op zich, die kamer is gewoon wat chill voor ze. Maar alles ziet er goed uit. Dus dat is fijn. Voor de rest kan ik hier natuurlijk ook helemaal niks doen. Ik kan niet chillen hier. Ja, ik kan tv kijken, maar dat heeft geen zin. Want dan moet ik staan tv kijken. Ja. Waarom? Ik kan helemaal niks. Dus we gaan er weer vandoor, jongens. En Rick gaat rijden. Rick zet taxi vandaag. Op slot. En de auto in. Ik moet zeggen, ik kan eerlijk gezegd echt niet wachten wel weer tot ik gewoon weer lekker fulltime hier kan wonen. Het appartement is heel leuk geweest natuurlijk. Ik heb het nog 2 weken tot 8 juli, maar daarna ga ik gewoon weer natuurlijk helemaal volledig over naar hier. En daar kan ik echt niet op wachten. Dus ik kijk er wel heel erg naar uit. Alleen straks gaat de keuken er natuurlijk ook uitgesloopt worden. En dan wordt het echt een beetje moeilijk wonen hier. Want ja, nou, dan heb ik eigenlijk helemaal niks. Maar gelukkig heb ik natuurlijk een soort van de oplossing dat Jade de sleutel krijgt van de huis. Het komt eigenlijk echt perfect uit. Anders had ik gewoon geen huis gehad. Had je dakloos geweest? Dan had ik gewoon... je bij kunnen proberen. Ja, ik had dan eigenlijk nog wat erbij weer moeten huren. Ik kan dit appartement sowieso niet verder huren, want er komt een andere huurder in. Dus dat gaat hem sowieso niet worden. Dus ik had dan eigenlijk iets anders nog moeten kiezen. Maar gelukkig krijg Jade dus de sleutel van de huis. Misschien al eerder. Misschien dat ze hem al eind deze week krijgt. Want zij zou hem dus eigenlijk 3 juli krijgen. Maar misschien dus al eerder. Dat is een beetje de vraag nu. Want ze zijn al bijna helemaal klaar met alles opruimen en leegmaken. Dit kan eigenlijk echt niet. Dit kan echt niet, bro. Dit kan echt niet. Dit kan echt niet. We zijn net bij de KFC geweest. Dat was niet mijn idee, man. Ja, nee joh. Totaal niet. Je weet dat de kater heel erg is als je en naar de KFC gaat en daarna ook nog naar de McDonald's. Maar ja, hè? Flurry? Ja, doe maar dan. Wel, hè? Ja, weet je, als jij dit doet, doe ik het ook wel. Doe maar in een nieuwe McFlurry Maltese smaak. Hi, goeiedag. Mag ik, wat wil je? 9 kipnuggets met barbecue saus. Mag ik 9 kipnuggets met barbecue saus? En... McFlurry Malteser met karamelsaus. 2 keer McFlurry Malteser met karamelsaus, alsjeblieft. Lekker. Dankjewel. Wat zegt hij nou? Hij zegt, dan mag je lekker gaan smullen. Oh, dit is erg. Net dus die hele zinger op. Nu een McFlurry dus inderdaad. En kijk eens. Lekker, man. Ik weet niet of ik ze me zomaar zo goed ga voelen of missen. Maar wij mogen nooit meer zeggen dat we gezond eten. Nou, weet je, cheat day vandaag. Gewoon. Daarom, het kan gewoon. Voor de games. Daarom. Lekker nuggetjes weer erin werken. Wat doet hij dat toch mooi, hè? Kijk eens. Rick's eerste keer in de parkeergarage. Deze parkeergarage is natuurlijk zo heerlijk lekker smal daar. Het is echt verschrikkelijk.
Ik snap niet waarom ze dat altijd doen. Waarom maken parkeergarages altijd zo smal? Er moet toch een reden zijn waarom ze dat doen? Wat is dat? Waarom doen ze dat altijd? Nou, het is hem wel gelukt om hem netjes neer te zetten. Wat is dit? We staan in de lift. Stap in de lift. Kijk dan. Heeft er iemand nou serieus in de lift staan pissen? Ja, man, denk het wel. Is dit serieus? Ja, denk het wel, man. Nee, toch? Heel vies, man. Ja, wat is het anders? Maar het stinkt niet. Ik weet het niet, maar ik ga er niet aan ruiken. Dit meen je niet, hè? Hè? Het zou wel heel heftig zijn als iemand in de lift pist. Oké, ik weet niet wat er is gebeurd. Of er echt iemand in de lift gepist heeft. Misschien dat ik er een melding van moet maken, maar ik... Nee, het lijkt me wel sterk, toch? Het lijkt me toch niet dat je in de lift pist? Wat heeft het ook voor nut om hier... in de lift te pissen. Tenzij je zeg maar echt het niet meer op kan halen. Nee. Maar je gaat ook geen flesje water tegen de muur aangooien in de lift. Dus wat zou het dan moeten zijn? Zeg maar, het irritante is, er hangen dus ook geen camera's in de lift. Dus stel je voor, iemand zou het gedaan hebben, dan zou je ook niet kunnen zien wie het geweest is. Maar het was echt nog helemaal nat net. Dus het moet echt net gebeurd zijn. Wow, joh. Maar ik kan het bijna niet geloven dat iemand dat... Nou ja... Nee, ik had ook weer wel. Ik weet niet, ik vind het lastig. Het zou kunnen, ik heb geen idee. Lekker beland op de bank. Kijk eens, met een prachtige zonsondergang en view daar. En ik ben helemaal alleen op dit moment. Ik mis jaren, moet ik zeggen, jongens. Ik mis jaren. Ik was bijna in slaap gevallen hier op de bank. Maar toen zag ik ineens de prachtige zonsondergang daar. En toen dacht ik, dat moet ik even vastleggen. Want kijk eens, wat een plaatje. Wauw. Wauw, het wordt alsmaar mooier. En mooier zo, die zonsondergang hier. Och. Prachtig. Ik kreeg net de fotootjes van Jade doorgestuurd vanuit Ibiza. En daar is het dus nu al helemaal donker. Dat is wel grappig om te zien. Het ligt natuurlijk een stuk zuidelijker. Ik was met haar aan het facetimen. Ze zegt, is bij jou donker? Of is het nog, bij jou nog licht? Het is daar echt een uur eerder donker zo wat in Ibiza. Ah, het blijft een magisch plaatje. Ook dit. Vooral zo een beetje begint te donker te worden, te schemeren. Jongens en meiden, ik ga lekker in bed liggen. Dit was ook de vlog voor vandaag. Er gaan weer hele leuke vlogs aankomen, dat kan ik jullie sowieso beloven. Sorry voor vandaag. Ik ben zelf, dit is echt zo'n vlog waar ik dan niet trots op ben ofzo. Maar misschien vonden jullie het alsnog leuk om te kijken. Maar morgen om 6:30 komt er dus uiteraard weer een nieuwe vlog. Echt, het is aftellen de laatste dagen tot de verhuizing van Jade en allerlei andere leuke dingen. De katjes. Super veel leuke dingen komen dus aan. Maar dat gaan jullie allemaal de komende, eigenlijk volgende week zien. Dus jongens en meiden, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen. Ik ga lekker pitten bij dit prachtige uitzicht in mijn eentje, jammer genoeg, helaas. En dan zeg ik nu bedankt voor het kijken, tot morgen en la!